De precaire economische situatie heeft ook invloed uitgeoefend op het bankwezen. Volgens de algemeen directeur van de Hakeringbank, Jim Boussaid, is het dus van belang dat de economie wordt gestabiliseerd. Dit staat ook in het halfjaarrapport 2016, dat onlangs is uitgegeven. In het rapport is verder aangegeven dat door het wisselvallige omgevingsklimaat zowel vragers als aanbieders van krediet voorzichtiger werden. Dit had tot gevolg een vermindering van de bancaire kredietverlening aan de private sector met bijna 15% in de eerste helft van 2015 tot slechts 3% in dezelfde periode in 2016. Vooralsnog wordt op korte termijn geen materiële verbetering verwacht in de toestand van de economie van Suriname. Aldus verwoord in het halfjaarrapport van de Hakeringbank. Volgens Boussaid is het verwachtbaar dat het jaarrapport in mei 2017 uitkomt. Het halfjaarrapport is iets wat later uitgebracht vanwege de strubbelingen die er waren op de laatst gehouden jaarvergadering. De rust is nu helemaal teruggekeerd en ook het vertrouwen, zegt hij. Ik ga niet verhullen dat er wat bezorgdheid was in augustus toen er commissarissen werden voorgedragen met een duidelijke politieke signatuur. Maar we zijn in staat geweest om ze te kunnen overtuigen dat we een stevige corporate governance hier hebben. Duidelijke regels hoe de organisatie bestuurd wordt en hoe de verschillende organen met elkaar omgaan. De situatie is nu rustig en er is geen enkel probleem nu binnen de Hakeringbank. Vertrouwen is gelukkig gebleven. We hebben daar geen last van gehad en we zijn daar blij om. En ik denk dat we de gemeenschap moeten bedanken voor het vertrouwen. Maar hoeveel aandelen heeft de overheid in de Hakeringbank? 51%. Maar ik kan u zeggen dat we in heel goed overleg zijn met de autoriteiten, de minister van Financiën. En ik heb goede hoop dat op hele afzienbare termijn deze bank gaat worden geprivatiseerd. Het is in het belang van de bank, het is in het belang van Suriname. Ik denk ook dat het in het belang is van de overheid, want de overheid moet zich bezighouden met de productie van collectieve goederen. En bankdiensten vallen daar niet onder. Maar dat horen we al een hele tijd. Maar het kwam maar niet. Dat klopt. Maar ik denk dat de crisis waar we in zitten ook een opportunity biedt om een aantal dingen goed te regelen. Een van de dingen die je goed kunt inregelen in een crisis is de rol van de staat in de economie. En ik denk dus dat een aantal bedrijven, waaronder de Hakeringbank, echt volledig geprivatiseerd kunnen worden. We draaien de bank al op een private basis. Maar ik denk dat het goed zou zijn dat de overheid inderdaad terugtreedt. Banken zijn gevoelige bedrijven. Dus we juichen de positieve wending in het denken bij de overheid toe. Hakeringbank-directeur Jim Boussaid, die blij is dat de bank zeer waarschijnlijk binnenkort wordt geprivatiseerd.